Zo, het is weer even een tijdje geleden, maar we gaan weer proefjes doen. Vandaag gaan we een proefje met verf doen, vandaar dat we even de handjes beschermen. Want we gaan iets onderdompelen met verf op water. Nou, we gaan het zien! Yay! Wie! Nou, we zijn toch maar even buiten gaan zitten. Want het is namelijk, we gaan met spraypaint, met spuitverf werken. Er zitten natuurlijk gassen in die we binnen niet liever willen hebben. Yay! Nou, dan hebben we natuurlijk een hoop spullen nodig. Wat hebben we nodig? Onder andere een grote bak. Maar ja, lege bak? Nee, moet wat water in. Zo, nou, tada. Wat hebben we nog meer nodig? Allemaal spuitverf. Wat hebben we nog meer nodig? En een aantal voorwerpen om te verven natuurlijk. Nou, dan zullen we maar gaan beginnen. Hè? De bedoeling is dus dat we hier verf op gaan spuiten. En vervolgens gaan we daar voorwerpen in dompelen. We gaan het zien. Yay. Allemaal kleuren. Verschillende kleuren door elkaar. Wat voor voorwerp gaan we als eerste doen? Deze. Eerste rapion. Nou, wat voor kleur? Wauw. Blauw, wit. Nou, we gaan dus eerst met twee kleuren beginnen. Nou, dan gaan we beginnen. Nou, we zullen dus proberen. Waarom trekt het er toe? Wat? Het is toch zo klein? Allemaal zachtjes op. Nou, je ziet het onderin. Het is eigenlijk een soort van plastic laagje. Ik kan het zo eraf. Vandaar natuurlijk ook de handschoenen. We moeten het goed halen. Waarom? Het schuimt zo weer raar. Ja. Niet zo mooi. Nou, dat is inderdaad niet zo mooi. Misschien komt het omdat het plastic is. Dat het te glad oppervlak is. Denk ik ook. Volgende object, welke kleur hebben we gekozen? Goud, geel en rood. En wat voor object? Oh, dat wordt wel een spannende. Nou, de buitenste lagen die blijven eigenlijk wel mooi liggen, maar de binnenste vermengt zich een beetje. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. Misschien ligt het eigenlijk ook gewoon aan een soort verf. Die. Hand onder water. Hier weg. Nou, allemaal is boven water. Mooi, hè? Hey, ligt een beetje op een Belgische vlag. Mooi, hè? Volgend voorwerp gaan we proberen. Een stukje nephout. Er zit een beetje relief op. Even kijken misschien of dat er nog een leuk effect heeft. Geel, wit.
mij zit er wel een gigantisch kwaliteitsverschil in. Want je ziet meteen met rutmerkverf, het gaat meteen uit elkaar. Nou, weet je wat we doen? We steken hem gewoon hier aan de zijkant erin. Ja, nou dat werkt in ieder geval wel al een stuk beter. Dus je ziet echt het patroon nou. Alleen het contrast met het houtje is natuurlijk niet zo groot, waardoor het blijft eigenlijk een beetje gelig. Nieuwe handschoentjes aan, want ik moest eigenlijk even de kleine de poeper eraf vegen. Wel een mooie patroon, hè? Met langer erin hooien. En dat moet ook erin komen. Nou, maar dat geeft niet. Awww. Ik kan ze niet aan de binnenkant doen. Hey, wauw. Nou, je ziet dus wel dat de kwaliteit van verf echt wel duidelijk uitmaakt. Of het een mooie uitwerking wordt of niet. En nu heb ik eigenlijk nog één voorwerp. Nou ja, alhoewel, we hebben eigenlijk nog maar twee kleuren die het doen. Eén voorwerp dat ik zag van, dat is misschien wel leuk. Let op. Hey, we hebben er genoeg bij ze. Langzaam. Onder water rooien, hè? Nou, allemaal is het goed. Nou, dit was dus het experiment van deze week. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? We zijn eigenlijk begonnen met de pion. Het is niet zo'n fantastische uitwerking. De kleuren waren niet zo mooi gemengd. Het eerste experiment. Daarna hebben we de shuttle gedaan. Eigenlijk hetzelfde. Dus kijken hoe dat uit zou werken met allemaal die gaten en structuur. Maar door de verf niet zo goed uitwerkte. Daarna zijn we begonnen met het houtje. Toen kwamen we er ineens achter dat de kwaliteit van verf dus veel uitmaakte. Hier kregen we voor de eerste keer een mooi patroon op. En daarna hebben we het potje gedaan. Het potje wat eigenlijk hartstikke goed is uitgewerkt. En als laatste hebben we nog een blikje gedaan. Toen wisten we dus dat de kwaliteit van verf dus heel belangrijk was. En uiteindelijk hebben we nog de hoefijzer gedaan. Dit was het dus voor deze week. Heb je ervan genoten? Vond je een leuke video? Geef het een duimpje op. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. En dan zien we je vast bij het volgende proefje. Video. Tot de volgende week.